eens. Wat zijn ze nu aan het doen? Dit noemen we het onderdeel vrijsparren, waarbij dus eigenlijk op semi-contactbasis gekeken wordt naar elkaar van hey, wat technieken kan ik het beste uitvoeren om elkaar te raken boven de band. En dat is eigenlijk de toepassing van de taekwondo in het vrije gevecht. Ja. Taekwondo betekent de weg van de voet en de vuist, waarbij de do, taekwondo, de weg is van om een beter mens te worden in de maatschappij. Ja. En daar besteden wij binnen de club heel veel aandacht aan. Wij hebben namelijk de taekwondo tennis en de grondbeginselen. En dat is namelijk zelfbeheersing, vertrouwen hebben in elkaar, doorzettingsvermogen, integriteit, oftewel eerlijkheid en onbedwingbare geest. Die komen constant bezig in de les. Bijvoorbeeld als mensen zeggen van je moet 10 keer opdrukken en ze doen het 9 keer en zeggen van is dat integer? Dan zeggen van nee, als je hier niet integer bent, dan zou je dat buiten ook niet zijn. Dus we brengen het dan vanuit de club naar de privé, naar buiten toe. Het gaat om de beheersing, want het is namelijk heel makkelijk om iemand keihard te trappen. Maar het is juist de kunst om dat niet te doen. Dat is namelijk het mooie van taekwondo. Taekwondo is ook beroemd om zijn sprongen. Ja. Dus ten opzichte van de karate, dus de beentechniek en de sprongtechnieken. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ik wou een vechtsport doen en dit leek me wel leuk. Bij taekwondo richt je je meer op je benen, maar armenwerk... Ja, ik doe zelf liever benenwerk. Heb je ook wel eens dit toe moeten passen in buiten? Nee, ik ben niet zo'n... Nee. James, nu zie ik een klein meisje en een grote man tegen elkaar trainen. Waarom is dat? Nou, voor haar is dat heel goed, omdat je namelijk op straat kom je ook namelijk grotere tegenstanders tegen. En hier kan je op een beheerste manier kan je dat trainen van... Wat kan ik doen als iemand mij aanvalt? Wat voor mogelijkheden heb ik zelf ter verdediging en ter aanval? Een goed voorbeeld is een meisje en een heer. Waarbij de dame zich goed van zich af kan bijten. En de heer denkt van oké, ik loop een stukje achteruit. Wat dat betreft kan je goed zien bij ons dat een dame zich goed kan verweren. Irene, hoe lang zit jij al op taekwondo? 3-4 jaar denk ik. Het gaat behoorlijk goed zo te zien, hè? Ja, het gaat behoorlijk goed, ja. Leer je daar nou meer van dan dat je met iemand tegen iemand zou trainen die dezelfde leeftijd heeft? Ja, daar leer je meer van, ja. Deze zijn wel wat steviger. Het is niet echt alleen slaan en schoppen, want het is ook, je leert discipline. En dat is ook heel belangrijk binnen taekwondo. Als je dus hier bezig bent van... Goh, ik heb een klap gekregen. Dat je zegt van oké, we hebben een klap gekregen, geïncasseerd. Wat ga ik ermee doen? Ga ik ermee door? Geef ik het op? En dan komen die tennis weer naar voren. Doorgaan, dus doorzettingsvermogen. En opgeven, nee. Zelfbeheersing en niet opgeven. Heeft het jou ook zelfvertrouwen gegeven? Ja, zeker. Als je op straat loopt, dan weet je wat je moet doen als je wordt aangevallen of zo. En je weet wat je te wachten staat. Ja. Is dat ook wel eens gebeurd? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. En dat vond je juist weer jammer. Nee. Nou, ik vecht liever niet op straat. Nee.